Goedemorgen. Ik zou een livestream geven op YouTube. En helaas liep dat anders dan ik had gepland. Ik had alles klaarstaan aan de achterkant. Dus ik denk, nou, om 10 uur is het een kwestie van de knop indrukken en live gaan. En dat liep anders. Dus ik heb me er wel even in verdiept op dat moment van, nou, wat is er nu wat niet werkt? Maar ik kwam er toch al snel achter dat het veel technischer is dan ik dacht. En dat ik daar gewoon even hulp bij nodig heb. Nou, ik had heel erg veel stress kunnen hebben, maar ik heb besloten om dat niet toe te laten en om gewoon dan daar niet live te gaan op YouTube. Dat is meteen een dingetje van Ikigai. Het is een geheim van Ikigai om veerkrachtig te zijn en om flexibel om te gaan met tegenslag en ook hele hoge pieken. Ook weten te waarderen. Je weet altijd dat er pieken en dalen zijn. En dat het soms heel erg mee zit en soms even tegen. En hoe ga je om met tegenslag? Hoe sta je daarin? Nou ja, dat was vanmorgen even een mooi momentje. En ik dacht, ja, weet je, ik kan dan die livestream op YouTube niet doen. Maar er zijn nog andere kanalen. Er zijn nog andere middelen. En van Facebook wist ik al dat dat daar gewoon heel makkelijk kan. Dus ik dacht, dan ga ik daar naartoe. Dan kies je dus op dat moment voor flow en voor minder stress in je leven. En dat is ook wel waar Ikigai een deel over gaat. Het gaat erom, Ikigai, dat je een reden van bestaan leeft. En dat je weet waardoor jij je van betekenis voelt, waardoor je van betekenis bent voor de wereld, voor van mensen om je heen. En ook dat je toegeeft aan dingen die goed voor jou zijn, die goed voor jou werken. En dat gaat over je lichaam en geest. Het gaat om jezelf voeden. En ja, hoe werkt dat voor jou? Ja, dat is voor iedereen anders. En ja, met de Ikigai geheimen, doordat ik ze naar het westen haal, hoop ik dat je daar tijd en ruimte voor maakt om dat in je leven een plek te geven. En dat je daar naar kijkt van God, hoe werkt dat dan eigenlijk goed voor mij? En op wat voor momenten loop ik leeg? En hoe kan ik me beter voeden? En ja, dat ik me eigenlijk fitter voel, energieker, blijer en ja, dat ik gezonder ben. Nou, Ikigai betekent letterlijk Iki van ja, reden en leven. Dus heb je een leven, een reden voor je leven? Dat klinkt misschien heel zwaar en een beetje moeilijk, maar voor iedereen van ons is er een reden van bestaan. En alleen ja, moet je soms wat lager, dieper willen kijken om echt bij jouw kern uit te komen. En dan heb je een super waardevolle purpose of life in handen, waar jij heel goed ook allerlei beslissingen voor je leven en voor je werk aan kan meten. En dat is heel erg handig. Dat is mij in ieder geval gebleken. En bij klanten van mij ook merk ik dat ze daar heel enthousiast over zijn. Dus je hebt dan gewoon meer een leidraad. En dat is super fijn. Nou, het Ikigai-concept komt overgewaaid uit Japan. Van het eiland Okinawa, waar mensen ontzettend oud worden. Wel 120 jaar. Nou, dat is niet te geloven, vind ik. In Nederland ken ik geen mensen die zo oud worden. En zij hebben een aantal geheimen waardoor zij zo lang en gezond leven. En de schrijvers Frances Miralles en Héctor Garcia uit Spanje hebben daar boeken over geschreven. Zij zijn naar het eiland gegaan en hebben mensen geïnterviewd over wat is het nou dat jou zo blij maakt en wat je ook gezond houdt. Nou, en al die geheimen zijn opgetekend in een eerste boek. Ik zal hem eens pakken, dat is dit boek van Ikigai, het groene boekje noem ik het maar. Er zijn er veel meer, maar dit is een perfecte basis, vind ik, om mee te beginnen. Als het onderwerp je interesseert, dan heb je gewoon een beetje een overzicht van wat is er nou allemaal wat ertoe doet. En kijk, als je al zelf coach bent of je bent al langer met je gezondheid bezig of ja, met spirituele of persoonlijke groei, dan ben je vast al bekend met een aantal van deze geheimen. Maar ik weet zeker dat er ook nieuwe dingen in staan voor je. Ik ben zelf
al behoorlijk lang op het pad van zelfontwikkeling en van spiritualiteit. En ik heb hier echt heel veel nog hieraan gehad en nog steeds. Dagelijks denk ik aan bepaalde geheimen. Nou, als er één zo'n geheim is dat je bijvoorbeeld altijd actief bent en altijd actief kunt zijn. Hè? En denk eens aan het concept dat wij hebben in Nederland over met pensioen gaan op je 67ste. Nou, sommige mensen die zweren daarbij en die zijn ontzettend blij dat ze eindelijk met pensioen mogen gaan. Maar ik ken ook echt mensen die er diep ongelukkig van worden. Die echt denken, gadver, wat moet ik dan als ik 67 ben? Ik vind mijn werk zo ontzettend leuk. Ik heb bijvoorbeeld een relatie die nu 68 is. Werkt bij een uitgeverij. Geniet van haar werk. Geniet van de contacten met collega's en met de schrijvers. En die moeten gewoon niet aan denken dat ze moet stoppen, omdat dat bij ons zo hoort. En ja, dan is het natuurlijk wel zo dat het dan eigenlijk bijna pijnlijk is dat je op zo'n vitale fase van je leven, dat je gewoon moet stoppen, verplicht. Ja, dat is, ik vind het ook eigenlijk heel gek. Want als jij doet waar je blij van wordt en als dat bij je past, als dat je gezond houdt, ja, waarom zou je dan stoppen op een bepaalde leeftijd? Nou, op het eiland Okinawa dus, in Japan, geldt dit principe ook. Ze kennen het hele idee van pensioen niet eens. Je zult verbaasd staan van hoe mensen daar nog steeds actief zijn als ze al 90 zijn of 100. En dat is blijkbaar een van die geheimen voor een lang leven. Dus dat je voelt dat je van betekenis bent en dat je een bijdrage levert. Kijk maar eens naar Karate Masters. Ik weet nog die film Karate Kid. Dat ook een hele oude Karate Master was. En die kon nog steeds zijn wijsheid delen met zijn leerling. En misschien dat je fysiek ietsje minder fit bent als je 90 bent, hè, of 95. Maar als je dat bijhoudt en altijd fit en vitaal wil blijven, nou, dan kun je dus ook nog op die leeftijd een bijdrage leveren. Nou, en ik vind dat gewoon een heel gaaf concept en idee. Dus ik zou daar wel voor willen tekenen. Als je een vraag hebt, zet hem eventjes in de chat. Vind ik leuk, dan kan ik dat ga ik dan ook beantwoorden. En ik vind het ook leuk om te weten of jij al met Ikigai bezig bent of dat je het boek hebt gelezen. Laat het eventjes weten, dan krijg ik het zo ook te zien. Nou, een ander hele goed geheim van Ikigai is dat je in het nu leeft. Ja, en in het nu leven is soms zo, ja, ik vind het soms wel lastig qua term. En dan denk ik, ja, maar ik heb best wel veel te doen en ik wil nog van alles. Ik heb ook nog een vaste baan, dus daar heb ik ook een soort van, mijn uren die ik daar maak en zo. Maar toch merk ik dat als je in het nu leeft, dat je eigenlijk veel meer uit je dag haalt en ook veel productiever bent. Met in het nu leven bedoel ik namelijk ook dat je vanuit een monotasken werkt en dus niet aan het multitasken bent. Er zijn onderzoeken onder jongeren, met name die jonge studenten vooral, die al ook heel erg goed zijn in multitasken. Maar ja, heel erg goed wil niet zeggen dat het productief is. Zij kunnen en de radio op hebben, ondertussen een YouTube-filmpje aan hebben, of nog even chatten of facetimen met vrienden. En ondertussen hebben ze ook nog de online les met hun docent opstaan. Nou, dat zijn allemaal dingen die tegelijkertijd gebeuren. En wat onderzoek ook aanwijst, is dat je dan 60% minder actief bent, of minder productief bent. Want eigenlijk kun je dat helemaal niet aan. En als ik kijk naar mezelf of naar collega's ook op de werkvloer, als je steeds even uit je werk wordt gehaald door collega's, of dat je even weer een telefoontje, of dat je die inkomende berichtjes aan hebt staan van bijvoorbeeld dat Paroolnieuws of de Volkskrant, of welke krant je ook leest. Maar dat zijn momenten die je weer uit je flow halen. Dus je was van plan iets te doen en het liefst af te ronden. En dan komt er weer iets, een pop-up, en dan ben je er weer uit. Dat is echt iets van onze tijd.
En ik zou je ook adviseren om daar eens naar te kijken voor jezelf, van kun je daar anders mee omgaan. Ik heb bijvoorbeeld een klant van mijn andere bedrijf, van Branding Diva, die doet aan digital detoxen bij bedrijven. En die ook medewerkers hiervan juist bewust maakt. Van wat heb je eigenlijk allemaal tegelijkertijd aanstaan? En hoe heb je je e-mailbox georganiseerd? Maar heb je ook nog je WhatsApp, je pingeltjes aanstaan als er een nieuw berichtje aankomt? Dat zorgt ervoor dat je steeds wordt afgeleid. En ja, doordat ik de boeken van Ikigai ben gaan lezen en me daar al een hele tijd in verdiep, merk ik ook hoe het bij mijzelf werkt als ik te veel dingen wil doen tegelijkertijd. Dus het principe en het geheim van leven in het nu gaat ook hierom. Dat je meer met je flow mag leven. Ook in je dag kijkt, god, wanneer heb ik eigenlijk maar een lekkere productieve tijd voor bepaalde taken die je ook graag gedaan wilt hebben. En dan werkt dat gewoon heel goed voor jezelf. Je blijft beter bij je eigen energie. Je krijgt meer gedaan. En zelfs is bewezen dat je 10% minder IQ hebt op het moment dat je multitaskt. Nou, dat is echt enorm. Dus nou, ik zou zeggen, dat is een geheim waar je volgens mij best wat mee kunt. En ik hoop gewoon nu met deze korte intro dat je er ook eens naar gaat kijken. Een ander geheim van Ikigai, en nogmaals, als je vragen hebt, laat het weten in de chat. Of als je even ergens op wilt reageren, vind ik alleen maar leuk. Maar een andere is natuurlijk dat de natuur enorm voedend is. En je heel erg kan helpen om bij je eigen energie te blijven. En bij je eigen energie blijven is natuurlijk van levensbelang om zo lang en gezond te leven als de mensen op Okinawa, die dus wel 120 jaar oud worden. Dat je niet geleefd wordt, maar dat je gewoon echt weet, ja, ik doe dingen die ik leuk vind, die me voeden en waar de wereld ook nog eens wat aan heeft. En als je naar de natuur gaat, hoe vaak merk je niet, als je bijvoorbeeld een boswandeling maakt, dat je met een leeg hoofd terugkomt en dat je even echt dingen om je heen ziet. En dat je soms heel veel inspiratie krijgt door even dat moment in de natuur. Terwijl als je jezelf dat niet gunt, dat je dan eigenlijk doorgaat in een soort waan van de dag en ja, geregeld ook kunt leeglopen. Dus ja, die wandelingen zijn ook in het Westen heel erg belangrijk. Een leuke app daarvoor die je kan downloaden is bijvoorbeeld het Ommetje van Erik Scheerder, die heel veel weet over hoe je hersenen werken en ook over het belang van de natuur en van ontspanning en van buiten zijn. En dat Ommetje heb ik bijvoorbeeld met een groepje op mijn werk. En dan kan je zelfs nog met elkaar kijken van god, wie wandelt het vaakst of waar wandelen mensen. En dat kan heel stimulerend zijn. Moet je niet vergeten om het aan te zetten, zoals ik vaak vergeet. Maar het is hartstikke leuk. En voor mijzelf, merk ik, is de natuur in ieder geval heel erg belangrijk. Je hoeft er niet voor buiten te wonen in een dorp of aan zee. Je kunt gewoon ook in een grote stad als Amsterdam op zoek gaan naar mooie natuurplekken waar jij oplaat. En waar je eventjes lekker één bent met wat er om je heen is. En heel belangrijk dus. Nou, zo heb ik een paar geheimen van Ikigai genoemd. En die heel belangrijk kunnen zijn om je leven op jouw manier te leven. Om je energiek te voelen, om blij te zijn en ja, om je vervuld te voelen. En dat is wat ik iedereen gun, om je leven te leven zoals jij het wilt en zoals het bij je past. En vaak heeft het ook invloed op je werk en hoe je daarin staat. En met de Ikigai workshop bijvoorbeeld op open inschrijving gaan we echt heel erg inzoomen op al die geheimen voor je eigen leven en voor je werk. En bij bedrijven geef ik deze meestal als een uur. Ook om te kijken van hoe sta je erbij, hoe kun je daarmee omgaan in je werk en voor een betere balans, zodat je je vitaler voelt. Dus dat is hartstikke leuk. Nou, ik ga zo stoppen hoor met deze livestream, want misschien val je er zomaar in en was je helemaal niet van plan om te kijken. Maar wat heel erg leuk is, is om eens in kaart te brengen wat jij echt heel erg leuk vindt om te doen. Het Engelse do what you love, waar de wereld behoefte aan heeft. Wat jij heel erg goed kunt en waar je voor betaald moet worden.
Dat zijn vier zogenaamde cirkels die je kunt invullen voor jezelf. Bijvoorbeeld met de gratis oefening op mijn website. Die heet ook de Ikigai Circles. En dan zie je in het midden jouw Ikigai staan, als het goed is. Ga echt tot de diepte, want dan kom je pas bij, bij jouw Ikigai uit, waar je echt iets aan hebt als leidraad. En ja, dat is gewoon superleuk. Dit boekje nogmaals kan ik je ook aanbevelen als je het nog niet hebt gelezen. Is echt een hele leuke starter. En op de achterkant zie je ook de Ikigai Circles. En ja, ga ermee aan de slag. Als je ze ook download trouwens, de Circles, krijg je ook automatisch de video uitleg. Die al heel vaak bekeken is op YouTube via de mail. Dus dan kan je echt eens ook met mijn uitleg daarbij, die wat laagdrempeliger is dan uit het boek van Ikigai, kun je aan de slag. Ja, ik hoop dat jij een beetje inspiratie hebt gekregen om ook naar Ikigai te kijken voor jouw leven. Als je behoefte hebt om daarover te sparren of de workshop interessant vindt, kijk zeker even op de website van www.ikigai-liveyourpurpose.com. En daar vind je allerlei informatie en inspiratie. En de komende tijd vind je me natuurlijk gewoon op social. Kun je me benaderen en zal ik weer andere dingen posten om je te inspireren. Ik wens je een hele mooie dag en live your purpose. Bye bye.